Het Stadstheater De Bond heeft haar waarde voor Oldenzaal de afgelopen jaren inmiddels wel bewezen. Op woensdag 11 mei werd alweer voor de 14e keer op een feestelijke wijze het nieuwe programma voor het seizoen 2016-2017 gepresenteerd. Wij van Twente FM waren daarbij en we maakten de volgende impressie van deze avond. Dames en heren, kunnen we dat nog één keer krijgen voor de geweldige spelers van Hydra, Nick en Aljan de. Ja, ik moet gewoon wel zeggen, and now for something completely different. Want we krijgen namelijk een Nederlands-Brits duo. En we krijgen ook iets wat we volgens mij nog nooit in de Bond hebben gehad. Namelijk, ze zijn illusionisten. Ze hebben al heel veel prijzen gewonnen en ik hoorde net dat ze afgelopen zaterdag bij Britain's Got Talent zijn geweest. Dat ze mogelijk door zijn naar de volgende ronde. En dat weten ze nog niet, dus ze zitten in gespannen afwachting of ze daar mee verder mogen. De voorstelling die zij gaan spelen op vrijdag 3 maart 2017, dat duurt nog wel even, heet The Accidental Illusionists. Ik hoorde jullie hadden opgetreden in Britain's Got Talent. Ja, klopt, want wij spelen met onze voorstellingen eigenlijk over de hele wereld. Tot nu toe zijn we in 24 verschillende landen gezien, hebben we opgetreden. Dus ook in Engeland, want we werden gevraagd om te komen en dat hebben we dan gedaan. Dus we waren, het resultaat weten jullie nog niet? Nee, dat weten wij niet. Nee, okay. Dat is nog in vragen, zeg maar. Jullie voorstelling is vooral humoristisch, maar natuurlijk ook wel knap als illusionisten. Wat is voor jullie nou het belangrijkste? Ja, de combinatie zeker. Ja, het is voor ons zijn twee dingen heel belangrijk. Hele goede magic. Dus echt verbluffende goocheltrucs. Ja. In combinatie met zeer humoristische karakters. Ja. Dus je moet je als publiek, vinden wij, kunnen identificeren met de personages die je op het podium ziet. Mm-hmm. En het is minder het is niet bij ons van kijk eens wat ik kan, ik doe een trucje. Maar het is een reis, een belevenis die de karakters beleven met zo'n truc. Dus het is het resultaat is een hele hilarische voorstelling waarin allerlei onverwachte dingen gebeuren. En het is zeer succesvol tot nu toe geweest. En we hopen dus dat hier in Oldenzaal dat iedereen ook zo enthousiast wordt als de rest van de wereld. Ja. De eerste keer dat jullie in Oldenzaal optreden? Nee, ook niet. Nee, we waren hier al met onze vorige theatershow. En ik meen dat dat geweest is in 2004 of 2005, zo om en nabij die tijd. Zijn we hier geweest met onze echte grote show. En dat was we hadden 4 man orkest mee en 4 technici en een hele grote vrachtwagen. Dus het was op zich nog een wonder dat we erin pasten. Ik weet ook achteraf gezien niet helemaal goed hoe we het hebben gedaan. Maar het was wel een hele gezellige avond. Dus de voorstelling was geslaagd. En deze voorstelling is een nieuwe voorstelling. Mensen die ons destijds hebben gezien, die zullen misschien wel wat dingen herkennen. Maar het is toch wel een heel ander gevoel en een heel andere show.
vrijdag 23 september 2016 komt ze bij ons. En ze gaat ons nu een voorproefje geven van wat jullie dan te wachten staat. Nina Joen met Pianist. We are poor, feeling faith, listening to the world, we are nothing but dust. When the war gets inside of our hearts, we all fall like the angels we must, when we're searching for love. Nina Joen, de Blond Tour heet jouw tour door Nederland. Mm-hmm. Vertel eens wat over. Waar gaat het over? Het is een concert, een theaterconcert. En ik speel met de hele band. We zijn met z'n vijven. En het zijn mijn eigen liedjes. En liedjes van mijn, eigenlijk mijn blonde heldinnen. Zoals Stevie Nicks en Yvette Cassidy. With my stormy soul, said my goodbyes under the cloudy skies, unto a new way home. I'm gonna make my way to Zewataneo. I hope we'll meet one day in Zewataneo. I'm gonna leave a trace to Zewataneo. Maybe we'll meet again in Zewataneo. See me, I'm on my way, wanna go off my shoulder, wave my hand and I tell them bon voyage. Watch me go, I'm on my way, wanna go off my shoulder, wave my hand and I tell them bon voyage, bon voyage, bon voyage. Bon voyage, inderdaad. Ja, zo heet mijn nieuwe project met mijn nieuwe liedjes. We hebben eigenlijk al een stuk tour erop zitten. Hmm. En na de zomer gaan we door. En het is wel bijzonder om te merken dat mensen de muziek mooi vinden. Ja, 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 ja. Ik heb mijn hele leven gezien. En dan zul ik me echt alleen. Meer uit in griezen, toorn meer zien. Dan vul ik me van binnen zo weer. De mooiste reis is elk jaar weer. Terug naar mijn eigen hoes. Dan vul ik elke keer. Dit is maar een boskoolbloes. Ik denk aan mijn kameraden, de griezen en grote steen. Aan al die mooie tenzuren. In Oost-Zo ben ik nooit alleen, omdat me zo happy vul. Omdat me zo happy vul. Ik ben van al mijn heimatsland. Werk een sjoer en ik ook een jong. Weer voort gewoon op het boetenland. Dit is de preview voor het komend seizoen vanavond. Alleen voor genodigden. Feestelijke avond was het. Ben je tevreden? Ja, we zijn hartstikke mooi van start gegaan. Met een prachtig weer. En een volle zaal. En we hebben toch een aantal verrassende acts vanavond gehad. Het was echt een groot succes. We hebben echt een verrassende avond gehad. Ja, prachtig programma. Ja, ja. Want we hebben Illusionisten gezien. We hebben een stuk van Snor gezien. We hebben een zangeres gezien. Ja, en ik ben even weg geweest. Ik heb volgens mij ook een hoop gemist. Maar het was heel gevarieerd. Ja, we hadden inderdaad een aantal live acts op het podium. Zoals Scott en Muriel, die 3 maart te zien zijn bij ons in het theater. En ze gaven al een kleine preview vanavond. Waarbij ze iemand uit het publiek haalden en doormidden zaagden. Dus dat was wel heel spectaculair. Maar Nina June, die ook prachtige nummers zingt. Zij komt op 23 september. En Snor, die natuurlijk in eind november hier staat, die gaf van al kort wat zij al hadden geoefend. Maar daarnaast hadden we ook een aantal artiesten die er niet bij konden zijn vanavond. En die hebben ons een heel mooi filmpje toegestuurd.
Dus die gaan ook allemaal komen. En verder, ja, in de brochure staat alles. Ja. Dus, kun je nog wat toppers noemen die je zo te binnen schiet? Die hier toch niet zouden kunnen komen om eventjes te... Maar die de echt grote artiesten, cabaretiers. Grote artiesten, bijvoorbeeld de Wereldband. Dat is wel heel erg acrobatiek. Wat ja, niet eventjes in één avondje zo neer te zetten is voor een kleine preview. Nee. Dus zij komen. Maar ook Scrum, dat is een echte Ierse muziek. En die gaan helemaal een mooie kroeg nabouwen. Eigenlijk een Ierse kroeg. En met prachtige muziek. Dus dat gaat komen. Maar er zijn ook een aantal artiesten die wat kleinere stukken laten zien. Zoals Miss Molly and Me. En dat gaat ook heel mooi worden. En Leonie Meijer, bekend van The Voice of Holland. Oh ja, ja. Ja, dus die gaan allemaal nog dit seizoen hier naar ons toe komen, naar de Bond. Kwam ook niet de Guzman of Guzman? Ja, Javier Guzman. Die komt... Ik had het moeite met die naam. Hoe spreek je hem ook weer uit? Nou, ik zou zeggen, kom kijken naar zijn show. Want hij gaat uitleggen hoe je zijn naam nou echt moet uitspreken. Dat is echt het thema van zijn show. Okay. Nou, het heet ook Javier met een vraagteken. Dus bij zijn show kunnen we erachter komen van hoe is nou echt zijn naam uit te spreken. En wie is hij nou daadwerkelijk. Ja. Dus dat wordt ook een mooie avond. Er komt natuurlijk een run op een aantal kaarten die heel snel uitverkocht zijn. Waaronder waarschijnlijk zijn show. Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook Karin Bloemen op een zondagmiddag. Dat gaat wel hardlopen. En we hebben Paulien Cornelissen, maar dan in ons theatercafé. Dus een intieme voorstelling voor maar 60 mensen in totaal. Dus daar moet je ook wel heel snel bij zijn. Ja. En natuurlijk Pieter Derks, die heel bekend is geworden als cabaretier. Die gaat ook hier komen. Ik denk dat dat wel de toppers zijn waar een run-up gaat komen. Ja. Maar we gaan het zien. We laten ons ook verrassen wat het publiek mooi vindt.